Roos de Jong. Ik krijg er gewoon echt Spaans benauwd van. Marieke Keizer. Ik dacht alleen maar aan stoppen. Ik dacht alleen maar ik zou klaar zijn. Iemtje Klevering. Het is echt alleen iets waar je angstdromen over hebt. Ze delen niet alleen hetzelfde huis, maar ook dezelfde droom. In hun roeiboot goud winnen op de Olympische Spelen van Tokio. Jullie gaan dat dit jaar volgen via deze camera. Een uniek kijkje in het leven van deze drie topsporters op weg naar de allerbelangrijkste wedstrijd van hun leven. Dat doen we eigenlijk door een soort van dagboek op te nemen. Volg de pieken en de dalen. Rechts een gebroken arm en links een sleutelbeen. Hoe ze trainen en leven. En of het lukt om dat ultieme doel te bereiken. Maar ik vind het toch wel echt kut. Wat gaan ze in godsnaam doen met die Olympische Spelen? On the record. Onze weg naar Tokio. Wat een ellende.